Teamoefening 37. 1, 2, 3. Tijdens de oefening vormt het team tweetallen. De trainer legt uit dat ieder tweetal samen tot 3 gaat tellen. Dit doen ze door elk om de beurt een getal te zeggen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dit lijkt simpel, maar er is goede concentratie voor nodig omdat de deelnemers steeds goed op mogen letten waar ze zijn in de reeks. Wanneer de tweetallen het tellen onder de knie krijgen, krijgt één van de getallen een nieuwe betekenis. In plaats van dat er nu 1 wordt gezegd, zal er geklapt worden. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Omdat er 1 getal vervangen is, is het belangrijk dat de deelnemers nu nog scherper zijn om geen fouten te maken. Wanneer de tweetallen dit gemakkelijk doen, komt er een nieuwe vervanging bij. In dit geval zal er in plaats van het zeggen van het getal 2 worden gesprongen. 3. 3. Wanneer het team meer handigheid in heeft gekregen en ze deze reeks op een redelijk snel tempo kunnen voldoen, komt er weer een nieuwe vervanging in de reeks. Nu zal er in plaats van het getal 3 de eigen geboorteplaats worden uitgesproken van degene die het getal 3 zou horen te zeggen. Dempels. Amsterdam. Dempels. Amsterdam. Om de oefening nog uitdagender te maken, zullen er nu in plaats van tweetallen, drietallen gevormd worden. En zullen de drietallen samen niet tot 3, maar tot 4 tellen. De getallen 1 tot en met 3 hebben nog steeds dezelfde vervanging. Amsterdam 4. Groningen 4. Zwolle 4. Wanneer de deelnemers gewend zijn aan de drietallen, wordt het getal 4 vervangen door een klap, sprong of het zeggen van de eigen plaatsnaam. Omdat er nu 2 keer hetzelfde wordt gezegd in de reeks, is het extra opletten geblazen. Amsterdam. Groningen. Zwolle. Zwolle. Apeldoorn. Groningen. Laat het team zo doorgaan tot ze de oefening goed onder de knie hebben. Vervolgens vormt het team een kring en bespreekt de oefening na. Hoe vond het team het om op deze manier samen te werken en tegelijkertijd elkaar wat beter te leren kennen? Hoe concentreer je het best zodat iedereen weet waar hij is in de reeks? Jij als trainer begeleidt het team en brengt variaties aan. Wat voor variaties vind je onder deze video op YouTube? En ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren om op de hoogte te blijven van iedere zondag een nieuwe groepsoefening op youtube.com/oefeningen ter bevordering van samenwerking en communicatie.